daar zijn we weer. Happy Wheels. What the hell, het is terug. Laten we meteen eventjes kijken of mensen levels voor me hebben gemaakt. Maak levels voor me, ouwe. Of je krijgt dit, hè. Hashtag Ronald. Hashtag Ronald level mix. Je kan kiezen uit 2 levels. Nou, laten we even kijken. Nou, daar zijn we weer. De Pogo Guy. Dit gaat weer een hel worden, iedereen. Maar welke kant zullen we opgaan? Als we naar achteren gaan, gaan we naar level 1. Weet je wat? Laten we dat meteen doen. Dan doen we zo wel level 2. Oké, laten we naar boven gaan. Ja! Is dit serieus? Heb ik nu al iets in mijn aas? Dit is echt heel klote. Yo, meneer, kun je alsjeblieft het even uit mijn aas halen? Please, haal het eruit. Maar heb ik het erger gemaakt? Oh boy. Ja, ik heb het oprecht erger. Maar wat is dit voor human centipede gebeuren? Hey, misschien kunnen we dit nog enigszins halen. Oh my god. We kunnen het nu halen. Ga dood of zo, ouwe. Ouwe, laat me met rust. Ik zweer het. Kunnen we nu hier bovenop komen makkelijk zonder dat we doodgaan? Kom op, dit is toch wel te doen, joh. Spring. Oké, we gaan nu uitkijken. Hier is namelijk weer een oude vent. Vecht tegen hun voor een victory. Yo, dat gaat me wel lukken. Ik ga gewoon mijn pogenstick gebruiken tegen hun kopje aan. Hey, heb ik zijn ballen eraf gesneden? Dit is toch fantastisch? Laat dat muntje pakken. Dan hebben we hier nog 1 persoon over. Oh nee, ik maak het weer erger voor mezelf. Hé? Hey? Ik heb hem vermoord. Een zwaard recht door zijn darmpje. Yo, dit is toch genieten. We hebben nu level 1 gehad. Laten we restart level doen. En dan gaan we nu gewoon deze kant op. Even kijken waar we nu weer belanden. Ja, dit voel ik wel. Wedden, ik ga hier dood. Kom op, jongen. We gaan omhoog. Oh, oh, oh. Hoe heb ik dit overleefd? Moeten we weer mensen vermoorden? Kom op. Shut up. Oké, dat doet waarschijnlijk pijn. Recht door zijn oogkastje heen. Moet hij maar niet zo kut doen. Laten we maar gewoon doorgaan dan maar. Als we deze gast hier ook eens afmaken. Oh, hier is letterlijk het einde al. Easy. Hier is mijn tweelingbroer. En die... Jouw tweelingbroer, je hebt me vermoord. Ik ben boos. Nou, ons avontuurtje gaat weer verder. Dit is echt ideaal gewoon. Dit was nog wel een makkelijk stukje. Dus we gaan dit gewoon halen, jongens. Wij zullen gewoon niet meer sterven. Hell yeah, voel mijn ding. Er wordt hier niet gefriemeld, verboden. Ja, het avontuur gaat gewoon weer verder, jongens. Vanaf nu zullen wij gewoon niet meer doodgaan. Kom op, we springen er gewoon overheen. Ja, het avontuur gaat weer verder. Zullen we vanaf nu zonder doodgaan? Zonder doodgaan vandaag, dat is de regel. Ik vind mijn tweelingbroer wel een beetje vervelend, hoor. Hoe gaan we hem hier afkrijgen dan? Kunnen we hem niet een klein tikje geven? Hè? Laten we dat tikje geven hier recht tegen zijn enkels aan. Moeten we wel bij zijn enkels komen. Go! Go! Ik vind het nu al klaar. Nou, het avontuur gaat weer verder. Kom op, het is al warm genoeg, joh. Oh! Ah, was het gewoon zo makkelijk? Ja, dit is een pijnlijk moment. Kom op, laat hem even dood maken. Maar hoe gaan we dit nu halen dan? Kunnen we gewoon niet makkelijk het glas gewoon kapot maken met onze pogenstick? Ja, ik hoop niet dat ik dood ga door scherfies, maar dit is nog wel te doen, hoor. Pro gamer! Als we deze hier ook... Oh! Victory! Geef dit 5 sterren. Ik heb geen account, maar mijn hart zegt 5 sterren. Hashtag Ronald vermoord ze. Wie moet ik nou weer vermoorden dan? Jongens, het is zonder moord. Oh, we mogen een karakter spelen. Zullen we gewoon man op fiets doen? Hey, ik samen met mijn zoon, joh. Hey, papa. Ik vind het echt raar dat hij zo'n stem heeft. Echt weird, dude. Hallo, Ronald en Ronnebolletjes. Oh god, is dit van de Ronnebolletjes tijdperk? What up, dames en heren? Je moet alle haters vermoorden. Kan jij het aan? 100%? Oké, we hebben hier een ko... Ik moet zo te zien dit voorstellen. Ben ik dik? Hij doet het alsof jij dat bent. Oh, kijk, ik ben Ronald. Ik teken de teachers van Titan. Is dit een level waar je mij belachelijk maakt? Vind ik echt helemaal niks. Jamila, kijk hoe gespierd ik ben. Ik word hier gewoon belachelijk gemaakt. Kom hier, voor meisje Jamila! Ja, dat zal hem leren hoor. Kom hier. Kom maar, jongen. Kom. Oh my god. Dit is heel vervelend. Mijn... Kom op, waarom sta je... Waarom zit ik vast? En boom, daar gaat je armpie, jongen. Ronald, hoe durf je gangbeast beker te houden? Ja, ik ben het wilboor. Ik ben ook ontslagen, dus maak ik je nu af. Wacht, wat staat hieronder trouwens? Mijn kinderen zijn ook gek door jou. Hoe durf je, jongen? Hier, wilboor. Ga dood of zo, ouwe man. Hoe durf je, wilboor? Hier. Oh, mijn kind is dood. Nee, mijn kind is... Ik heb mijn kind onthoofd. Nee! Dit is toch niet de bedoeling, joh. Hé, hey jongens, ik kan hier niks aan doen, oké? Okay? Het zijn eigen fout. Wilboor, ik ga je rugje breken. Ben je er klaar voor? Oh, ik heb blijkbaar kinderen vermoord. Ronald dood, spijkerkist. Ik ga niet dood. What the hell? Koter! Hoi Ronald, ik ben Timo. Ik ben nooit weggegaan. Ik ben altijd in de kijkers hun hart. Hoe
durf je, jongen? Hier, stel... Wacht, waarom kan ik jou niet vermoorden, Timo? Ik vind het gemeen. De mensen van de 56% die niet geabonneerd, hoe durf jullie niet te abonneren, hè, Kotes? Hè? Hoe kom ik nu hier overheen, terwijl ik ondertussen mijn 56% vermoord? Jongens, abonneer, 56% is nog niet geabonneerd. Moest ik dit met een pogenstick doen? Hey, yo, oké, het blokje is weg en we hebben het gewoon gehaald, hoor. Ja, ik geef dit level 1 ster. Dit deed me echt enorm veel pijn, jongens. Laten leven of vermoorden. Ja, hier ben ik wel klaar voor. Oké, spare or kill. Yo, we mogen nu gewoon vrijwillig mensen vermoorden. Yo, dit is fantastisch. We hebben hier een baby en een man. Blijkbaar gooit de baby het voedsel naar mensen. What the hell? Maar het is een baby. Gaan we die vermoorden of gaan we die laten leven? Oké, vanaf nu zonder moord. Ah, dit is zo te zien mijn vrouw. Ze heeft me verlaten. Yo, die gaat sowieso neer. Oh! Vanaf nu zonder moord. Die, bitch, what the hell? Dit is zo te zien Susie en zij verzamelt zo te zien messen. Wie ben ik om haar tegen te houden? Weet je wat, dametje? Jij krijgt wel gewoon een free pass, oké? Hier. Geniet van je mesjes. Ah, mijn messencollectie is bijna klaar. Zie je, jongens, ik ben een goede jongen, oké? Mijn pestkop. Hij pest je en heeft je vriendin gestaan. Oké, jij gaat dood. Jij gaat 100%. Nee. En terecht. En nu ben ik aan het friemelen met mijn vriendin. Oh god, dit zijn echt heel veel levels. Ah, dit is mijn buurman. Oké, mijn buurman moet sowieso dood. Had hij het verdiend? Hij wilde je hond vermoorden. Dit was 100% terecht. We zien hier een oude man in een prullenbak. Het is een zwerver zo te zien. Wie wil dan mijn hand ruiken? Dat is zo raar. Weet je wat? Ga dood. Ja, dat krijg je ervan, hè? Niemand wil je handen ruiken. Wat de hel? Dit zijn zo te zien twee criminelen. En wij mogen keuzes maken. Gaan we de crime stoppen of gaan we hun laten genieten van hun leven? Weet je wat? Geniet maar van jullie leven. Het is niet mijn probleem als jullie gepakt worden. Ik kan eindelijk mijn familie voeden. Zie je? Ik ben een goede jongen. Dit is mijn tante! Hé, hey, dat is mijn vriendin, jongens. Ze ging ooit een keer op je zitten. En heeft nooit iets gekocht wat je wilde. Ik had een relatie met haar. Ze mag altijd op me zitten. Jij mag doodgaan. Heb ik nou mijn vriendin vermoord? Niet oordelen, hè? En we zijn nu bij de laatste. De kerstman. Hij zegt dat ik gemeen ben geweest en ik verdien geen kool. Maar dat is toch een goed teken als je geen kool krijgt? Sure, ik laat je wel leven. Ik hou van mijn leven en ik hou van jou. Kerstman. Ah, ga dood. Hoe crasht mijn game met Happy Wheels? Nou. Hey jongens, we hebben het leveltje gehaald. Halleluja. Heist de dealership. Steal een truck en ga weg. Oké. Ah, we zijn de opa van vandaag. Oké, laten we eventjes kijken wat hier... Oh, wacht eens even. Yo, we worden gemanipuleerd. Als je ooit je kleinkinderen wilt zien. Steal dan de truck. Breng het naar het oude warenhuis. Als je deze missie faalt, vermoord ik je... Vermoord ik ze recht voor je. Dit is echt duistere s***. Oké, kinderen. Ik kom eraan. Ik val heel rustig. 70.000 verkocht aan een man met de paarse bikini. Yo, wij hebben de auto gestolen. Oké, laat hem maar weggaan dan maar. Yo. En ik vermoord nu gewoon kinderen. Ja, dit voel ik wel allemaal hoor. Als we gewoon doorrijden en we gaan gewoon op zoek naar onze kleinkinderen. Wij moeten die god nu vermoorden die mijn kleinkinderen heeft. Hallo? Hey vriendin, jou kan ik niet vermoorden. Weet je wat? Ik neem alles terug. Nou, laten we onze kleinkindjes maar redden. Ik weet niet hoe wij in de auto zitten trouwens. Maar we doen alles voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Waar gaan we helemaal naartoe, jongen? Waar gaan we naartoe? Wat ga... Ik ben... Ik ben vermoord. Wat is dit voor een missie? Ik wil mijn kleinkinderen... Van wie is dat hoofd? Kleinzoon? Ik ben onthoofd. Dit is wel een... Dit is pijnlijk. Hoe ben ik doodgaan? Ik denk dat we onze kleinkinderen maar zo moeten redden. Kom op, opa. You can do it. Ik ga je stoppen. Sikke joke, dude. Nee! Ik was het! Nee! Ben ik echt weer helemaal bij het begin? Dat mijn kopje zo staat is geen goed... Nee! Nee, zeg dat ik nog leef. Zeg dat ik nog leef. Oh my god, ik weet niet wat hier gebeurde. Oké, ik zie hier achter trouwens een bom. Kunnen we die meteen gebruiken of gaan we dan dood?
Oké, dat doen we niet nog een keer. Een zwerver. Yo, zwerver. Donder op, joh. Donder op, joh. Ik wil er langs. Justin Bieber. We Justin Bieber niet vermoorden. Laat overheen gaan. Maar de vader van Justin Bieber vermoordt mij en wil daarna met me zoenen. Yo, we gaan geen dode lichaam. Wat de hel? Wat doe je nu bij mijn pik? Deze gast heeft een baan gestolen. Check dit dan. Hè? We moeten uitkijken voor Justin Bieber's bel. Oké. We zijn er overheen. En wie hebben we hier nou weer? De kerstman weer. Hij gaf me nu wel kool. Oké, jij moet echt dood. Oh, ik heb hem ook meteen onthoofd. Haha! Jullie zullen allemaal doodgaan. Oh, die zwaard zit echt door zijn poepertijn, joh. Dat is terecht. Oké, wie hebben we hier? Evil Twin Brother. Het is weer mijn kwaadaardige tweeling. Kunnen we niet dat vliegende zwaardje naar hem toe slaan? Oké, dat gaan we proberen. Sick, dude. Wat als we hier staan? Niks kan meer gebeuren. Wij gaan nu gewoon dit halen, joh. Hoop ik. Na een aantal minuten strijden zijn we er dan. We zijn weer bij mijn tweelingbroer. Kom, wij kunnen dit. Ik heb dit gehad. Dit slaat zo nergens. Dit slaat zo nergens op. Dames en heren, ik ben de beste Happy Wheels e-sporter. Dit sloeg nergens op.